Iedereen hoopte dat de rust in Terwijde zou terugkeren. naar de uitzetting van het overlastgevende gezin in de Heinrich Berthé-straat. Maar niets is minder waar. De auto en voordeur van het getreiterde Marokkaanse gezin zijn dit weekend beklad. Nou, wat is dit weer voor een laffe, misselijkmakende actie? Er wordt verf op de auto gesmeerd, er wordt verf op de voordeur geklidderd. Daar gaat er iets intimiderends vanuit. We weten nog niet wie het gedaan heeft. Maar dat is wel een misselijkmakende, laffe streek. Gisteren vertelde een buurman in u vandaag dat de bekladding een doelbewuste wraakactie moet zijn geweest. Het moeten bekende zijn, want specifiek hun auto's zijn uitgekozen. Terwijl de straat al vol staat met auto's. Dus daar kan je echt wel uitgaan van een, van een soort vergeldingsactie. Een wraakactie dus. Of van een van de treiterbroers zelf, of van hun vrienden. Want inmiddels is duidelijk dat de twee broers van het uit huis gezette gezin horen bij een groep jongeren uit zowel Leidse Rijn als Kanaleiland. Al een tijd maakt die groep de buurt onveilig. Wie precies de bekladdingen heeft gedaan, kan Wolfsen niet zeggen. De politie doet onderzoek, daar kan ik even niks over zeggen. Uh, we hebben natuurlijk wel een uh, sterk vermoeden, zoals het dan heet. Maar ik kan er op de camera geven op dit moment gelijk op het belang van het onderzoek niet zo over zeggen. Een paar weken geleden is ook al een baksteen tegen de ruit van het weggepeste gezin gegooid. Toen verhoorde de politie zeven jongens. Drie van hen zijn uiteindelijk gearresteerd, maar door gebrek aan bewijs zijn ze inmiddels ook weer vrij. Toch zullen volgens burgemeester Wolfsen de gevolgen voor jongeren die betrapt worden groot zijn. Iedereen die daar overlast veroorzaakt, wordt ook thuis bezocht. Die ouders worden bezocht, die worden gewaarschuwd. Als uw kinderen dit doen, u roept dat geen halt toe, wordt u ook uit uw woning gezet. En we doen dus alles om pal naast die slachtoffers te staan en om die daders aan te pakken en als het nodig is uit die wijk te zetten. Ondanks de intimiderende vernielingen blijft Wolfsen erbij dat de aanpak werkt om daders uit hun huis te zetten en de slachtoffers te laten wonen waar ze wonen. De schade van het gezin wordt door de gemeente vergoed.